Hi, ik ben Kilian. Ik studeer medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken hier op Fontes Paramedisch Hogeschool in Eindhoven. En ik ga jou vandaag meenemen op een virtuele tour. Het is een beetje een gekke situatie. Normaal is het niet zo stil hier. Maar toch neem ik je vandaag mee door ons gebouw. We hebben twee grote collegezalen, waarin je met meerdere klassen en dus normaal een grote groep je colleges volgt. Het echte HBO-gevoel. Bij ECHO leer je je medisch studenten van een net iets andere kant kennen. Het maken van een ECHO oefen je namelijk op elkaar. Je leert elkaar daardoor echt van binnen en van buiten kennen. Bij ECHO leer je hoe je een lichaamsdeel kunt zien door geluid. Dit kun je daarna weer zien op het beeld. In de VERT-ruimte, oftewel Virtual Environment of a Radiotherapy Treatment Room, hebben we een virtueel bestralingsapparaat voor radiotherapie. Hierdoor kun je de behandeling en de patiënt echt zien liggen. Je kunt hierdoor ook bijna in het lichaam van de patiënt kijken en zien hoe de bestraling terechtkomt. Hierdoor is het allemaal veel echter. Tijdens praktijklessen radiodiagnostiek houden we ons bezig met het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, aandoening of letsel. Dit doen we door middel van stralen of golven. Meestal wordt daar gebruik gemaakt van röntgenstralen. Maar het kan ook gemaakt worden met magnetische velden, bijvoorbeeld bij een MRI. In dit lokaal krijg je les over röntgenfoto's maken. Bij nucleaire geneeskunde wordt de werking van de organen bekeken met behulp van verschillende radioactieve stoffen. De straling die deze stoffen uitzenden wordt vertaald via een gammacamera. We krijgen er onderwijs in hoe je de opnames maakt en hoe je ze daarna op de computer kan bewerken. In het studielandschap kun je studeren met of zonder gebruik van een pc die er staat of je eigen laptop. Er is ruimte om te overleggen, aan presentaties te werken of om een naslagwerk te lezen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even lekker chillen met een kop koffie of thee. We hebben een mediatheek voor alle studenten. Hier kun je boeken, tijdschriften en nog heel veel meer lenen die je nodig hebt voor jouw studie. Ook is hier een hele fijne plek om even echt in stilte te kunnen lezen of studeren. Wil jij meer weten over de opleiding medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken? Kijk op onze website en misschien zie ik je dan volgend jaar hier in Eindhoven.